Amand Salomon, coach van Rotterdam Basketbal. Ja, zeg het maar, had er vanavond meer in gezeten? Nou, dit is de nummer 1 van de league. En ze bewijzen door hun intensiteit en alles dat het dat ze dat ook waard zijn, denk ik. En ze spelen goed. Ze spelen op hun manier vanuit een, wat wij dan de Zwolse manier noemen. Spelen ze ja, zeer agressief met een hoge intensiteit basketbal. En nee, dus ik denk niet dat er meer in had gezeten. We hebben van tevoren gezegd, we hameren op vooral de rebounding en onze eigen turnovers. Maar als je dan ziet dat Zwolle 56 aanvallen of 56 rebounds mag pakken, dat is wel heel veel. En dat ze uiteindelijk 20 punten ruim uit tweede kansen opties mogen maken, dat zegt alles over hun kracht richting de basket. Dus, nee. Je weet van tevoren dat het moeilijk gaat worden. Je wil natuurlijk winnen, vooral in deze fase van de competitie. Met welke opdracht stuur je je ploeg dan het veld in? Nou, we hebben eigenlijk nadat wij tegen Weert, debakel tegen Weert, hebben we gezegd we krijgen 3 belangrijke wedstrijden. En in die wedstrijden moet het elke keer een stukje beter weer gaan. We zaten echt in een hele diepe put. En uiteindelijk zijn we via Den Bosch en dan Leeuwarden, zijn we denk ik nu op een niveau dat waar we ook weer horen te spelen. En als je per kwart kijkt, dan valt het nog allemaal wel mee. Dat we uiteindelijk achterkomen per kwart. Even een slechte eerste kwart van beide kanten. Ja, daarnaast ook weer zeg maar, ongeveer 2 tot 4 puntjes. En ja, dat is goed. Weet je, dit is wat wij kunnen. En dan valt ook nog eens een keer. Normaal spelen we Lucas de afgelopen wedstrijden 40 minuten per wedstrijd. En ja, die krijgt nu ook last van zijn rug. Die moet natuurlijk heel veel geven in deze wedstrijden. Dus dan heb ik op een gegeven moment eigenlijk helemaal geen lange mensen meer. Die eigenlijk in de starting 5 horen. Robert uit, Sergio uit en dan ook Lucas. Ja, dan wordt het heel moeilijk. Wat voor plan verzin je dan? Ja, wat voor plan verzin je? Ja, we willen gewoon goed spelen. En dat betekent dat wij... ik ben al heel blij als wij vanuit een bepaalde intensiteit het weer oppakken. Vanuit een bepaald vertrouwen en geloof. En dat heb ik gezien. Dus het gaat vooral over vechtlust en het gaat over verdedigen. En ik denk uiteindelijk dat je ziet dat wij... we doen het niet slecht. Maar het is gewoon moeilijk om, als je niet compleet bent, om dan uiteindelijk ook te overperformen. En wij kunnen niet als, noem het maar, laatste playoff kandidaat... ik denk dat het zeer irreëel zou zijn als je dan zou veronderstellen dat je de koploper eventjes hier wegloopt. Dat lukt gewoon niet. Dus plan is ons spel laten zien. Zorgen dat we niet ons overrennen, vooral in de transitie van verdediging naar aanval. Turnovers is ook een groot verschil altijd. Als wij tegen Zwolle spelen, gooien we veel turnovers. Dat heb je vandaag ook weer gezien. Heeft puur te maken met de intensiteit van hun verdediging. Ze zitten er zo bovenop, waardoor je onder druk komt te staan. Dus plan is... rust, uiteindelijk harde intensiteit in de verdediging en proberen met een bepaalde rust toch de opties te creëren in de aanval. Leeuwarden wint vanavond van Weert. Dat lag ook wel in de lijn der verwachting, denk ik. Ze spelen zaterdag tegen Landstede. Ja, jullie moeten afwachten. Nou, dat is het. We hebben het weggegooid tegen Amsterdam en zeker tegen Weert. Nou ja, daardoor hebben we het uit handen gegeven. Ik denk dat we de afgelopen wedstrijd in Leeuwarden, uitstekend. Dat was natuurlijk super, dat hadden we ook nodig. Onderling komen we ten opzichte van Leeuwarden, wat uiteindelijk toch wel een serieuze ploeg is, komen we uiteindelijk op 3-1. En dat hebben we goed gedaan. Dus ik vind eigenlijk dat wij terecht de play-offs in zouden gaan op het moment dat het erop moet komen. En dat betekent dat Zwolle gewoon zijn werk moet doen. En dat willen ze ook, dat weet ik. Ik heb Herman gesproken voor de wedstrijd. Zij willen gewoon als nummer 1 eindigen. Op dit moment zal inmiddels in Leiden zal Donar ook klaar zijn. Dus dan weten ze gewoon wat de druk is. En Zwolle doet gewoon zijn werk. Thuis, in Landstede, die laten daar niks gebeuren. Dus dan halen wij de play-offs gewoon. Toch, met welk gevoel sta je nu hier? Nou ja, ik ben blij dat we weer terug zijn en dat ik mijn gevoel kwijt ben van Weert. En toen was ik op een bepaald moment redelijk machteloos. Het hele team was machteloos. Het leek een soort apathische toestand te zijn. En ik ben eigenlijk blij dat die in totaal 8 dagen geduurd heeft. Want op maandag waren we er weer bij. Waren we weer scherp en hebben we het goede gevoel weer gekweekt. Dus het gevoel is... nog onzeker omdat die play-offs nog niet 100% zeker is. Maar die is voor mij 99,99% zeker. En dat betekent dat je met dat goede gevoel dat we nu hebben. En hopelijk het herstel van Sergio. Hè, we hebben nu een week de tijd om te herstellen. Dat geldt voor Lucas, dat geldt voor Sergio. Ja, dan kan je weer serieus de play-offs in. En dat gevoel heb ik ook dat we serieus de play-offs in kunnen.